Spreekwoorden en gezegden. Vroeger waren ze schering en de inslag. Maar thans raken ze steeds meer in den vergetelheid. En dat moeten wij hier zien te voorkomen. Zit je nou te lachen? Nou, wij weten al wat er aan gebeurt. Ja, het is niet best. Team Gordon, jullie moeten om en om een spreekwoord of gezegde aan je teamgenoten proberen uit te beelden. Praten of geluid maken is absoluut verboden. Ik weet dat het moeilijk is voor beide teams, maar ik moet daarin streng zijn. Jullie hebben er 2 minuten de tijd voor. En zoals voor een oud gezegde geldt, zoals het klokje tegen Dino en Gordon tikt, zo tikt het nergens. Wat zoveel betekent als de tijd loopt en Leonie mag beginnen. Ja, oké. Wie de steen heeft de eerste zonde? Eigenhaard. Met de pet naar gooien. Ja, met de pet naar gooien. Jezus, wat is dit dan? Piemelen? Nee. Je mag een koe niet in de kont kijken. Ja. Het is geen spreekwoord. Oké. Nee, niet op mijn piemelen. Niet op mijn piemelen. Piemelen. Dat is toch geen gezegde, piemelen? Gezag? Nou, hoe heet het ding? Ja, afgekeurd. Niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Oh, jezus. Jongen, pik, weet ik voor wat alles. Ja. Oké. Neem je tijd, Mike. Wie de balkaart? Hoge vogels. Weet je, 10 vogels in de lucht? Klopt. Vlieg. 2 vliegen in 1 klap. Doodslaan. Oh, ja. Op je knieën. Tot aan je knieën in de modder zitten. Laarzen. Nee. Maar het is wel bedoeling gezegd en spreekwoord. Ja, weet ik. Maar wat is het? Daar ken ik ook zoveel van. Laarzen. Ja. Ja, bijna. Laarzen. Modder. Of knieën. Knieën. Onder een afdak. Hoofdje, schouders, knieën. Ja, leuk. Ja, bijna. Okay. Ik ben echt naar jou kijken. Oh. Maar wij zien je. Knie. Oh, God, de blote knieën danken. God, de knieën danken. Nee, En de tijd is om. Iets onder de knieën krijgen. Oh, iets onder de knieën krijgen. Maar dan moet je... Leonie, ik vond hem eigenlijk vrij duidelijk. Knie en dan eronder. Ja. Waar gaat dat mis? Luister heel eventjes. Pik, piemel, alles komt voorbij. Behalve lul. Ja. En dan nog had ik het niet geweten. Ja, het is, ik moet ook zeggen, ik had wel iets meer verwacht. Maar toch, 2 punten doen jullie behaald deze ronde. Jan Dino. Ja, nou, jullie zijn wel beter. Half applausje dan. Immanuel, trek je broek recht, hang je staart goed. En ga op de stip staan. Ook jullie krijgen 2 minuten de tijd. Jij mag beginnen. Oké. We zijn nog niet begonnen, Hoezo? Maar nu wel. Ja, jezus, het mag. Ja, door het eerst zien. Makkelijk. Jij bent... uitlachen. Uitlachen, goed. Uitlachen. Wie het laatst lacht, lacht het best. Heel goed. Oh, hij is goed in spreekwoorden. Doe de zure appel helemaal. Uitstekend. Hete kolen zitten. Op hete kolen. Op de blaren zitten. Het is een... Wat is dat? Heet Peppi hier eet. Ja, Peppi hier eet. Plukken. Bloempje. Blukken. Wie bloempjes? Wie het... Deur. Baboe, noem je de spijter zetten. Oh my god! Wat is er kapot? Oh. Ik mag geen geluid maken, hè? Nee, dat mag niet. Oh. Ah, shit. Paard. De konijn. Konijn. De konijntjes uit de... Varkentje. Paashaas. Muis. Muis. Springende muis. Een dronken springen. Een dronken paashaas is geen kerst. Dat moet springen. Oké. Okay. Quasimodo aaien. Slangen. Een dansende poes. Bas. Een dansende poes. Maak nog geen zwaluw. Maar nog eens rommer! Ik weet het niet! Een kat in het nauw maakt rare sprongen! Ja. Praat aan de hand. Vult geen mond. Schoenen naar iemand, pijpen dansen. Naar iemand ring. Ring, mond. Geen geluid. Oh ja, ring, schoen.
Wat? Een ring. Iemands ring in de voet. Nee. Oh, reken is zilver, zwijgen is goud. Ja. Emmanuel, wat komt er in jou boven bij zo'n spelletje? En dan daarna, dan heb je zo graag, dan is het heel cool alsof je helemaal niet gestrest was. Een vreugdedansje doen. Ik ben gewoon. Hoe kon je mij katsen, Jan? Fanatiek met spellen. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja, zeker. Ik wist wat het moest zijn en zelfs ik dacht, waar gaat het heen? Maar we kunnen met z'n allen lachen. Even serieus, hoe doe je dat? Ja, Jan, hoe doe je dat? Doe jij het voor dan? Er is een reden dat ik hier sta en jullie met z'n allen op de Jan, voet. Ja. Zoals het gezegde luidt, nou, ik kan het niet. Maar ja, hoe? Hoe, Dennis? Hoe luidt het gezegde? Hoe? Ja. Ik zou jou eens wat vertellen, zodra ik erop kom. Een kat die hier ergens in wordt gedood, die heeft het moeilijk. Ja. Maar we kunnen met z'n allen lachen. We kunnen met z'n allen lachen. Jullie hebben het wel heel goed gedaan deze ronde. Met maar liefst 5 punten tegenover 2 van Gordon. Yeah.